De reden dat we deze kookwedstrijd of kookwedstrijd en gastvrijheidswedstrijd organiseren is dat we de samenwerking tussen de verschillende scholen van Zuid-Nederland en België willen stimuleren. Scholen werken ieder voor zich, hebben eigenlijk nauwelijks contact en op deze manier hopen we dat ze meer met elkaar in contact komen. Want het zijn natuurlijk ook de mensen die wij hopen terug te zien later in onze restaurants. En op het proevenement. En natuurlijk op het proevenement, ja. Hoop je ooit op het proevenement te mogen koken? Ja, dat lijkt me wel leuk om mee te maken, ja. Zeker. Het mooiste wat ik hier aan vind is contactwisseling met elkaar. Hoe heb je je stage gedaan? Hoe is het bij jou verlopen? Heb je buitenlandse stages gedaan? Dat is bij mij vooral het voornaamste. Zie je jezelf later ook op het proevenement dit soort werk doen? Ja, misschien wel, ja. Maar liever in een sterrenrestaurant. Natuurlijk als hoogste willen eindigen, als maître d'hôtel. Dat is natuurlijk mijn doel, ja. Het is heel goed om in de praktijk echt te koken. Op scholen daar heb je een soort veilige omgeving. Hier word je echt gedwongen om je vakmanschap te laten zien. En het is natuurlijk heel goed om het echte koken ook te bevorderen. En daar zijn dit soort wedstrijden ook heel geschikt voor. Niveau is hoog, is elk jaar heel hoog. De scholen doen het ontzettend goed. En ja, ze zijn er ook al lang mee bezig. Ze bereiden het lang voor en dat zie je ook aan het niveau. Ramon, hoe spannend is dit? Spannend, zeer spannend. Ja, er zit veel stress in en zenuwen om het goed te doen, om te proberen eerste te worden. Meestal winnen de Belgen. Ja. Ik kan er niks anders van maken, maar meestal winnen de Belgen, dat klopt. Ja, laten we ervan uitgaan dat dit jaar die traditie doorbroken wordt en dat we Nederlandse winnaar hebben. Maar hoe kan het dan dat de Belgen altijd winnen? Ik denk dat het te maken heeft met een stukje manier waarop zij tegen gastvrijheid aankijken. Wat in Nederland misschien net anders is dan in België. Het kan ook de geluksfactor zijn. Waar let jij vooral op? De creativiteit. Ja. Kijk, ze gaan allemaal werken met drumstickjes van een kip. En je moet wel iets uit de kas halen om daar verrassend mee tevoorschijn te komen. Ik ga altijd heel erg letten op smaak. En dat gaat het over harmonie, dan gaat het over licht. Heeft alles wat op bord heeft, heeft dat een functie? Draagt het bij tot een totaliteit? Dat is volgens mij het belangrijkste waar het om gaat. Koken. Het gaat ook om de gastvrijheid, dus het bedienen van de gasten, het uitleggen wat er geserveerd wordt, maar ook de wijnkeuze. En de tafeldekking. En het tafeldekken, ja, ja. Dus er wordt gekeken naar hoe dekt men de tafel, hoe gaat men ermee om, maar ook hoe wordt alles behandeld. Je ziet dat mensen met handschoenen werken, je ziet ook dat mensen dat zonder handschoenen doen. De bloemstukken, dus echt de tafelaankleding, dat wordt er allemaal in meegenomen. Gaan we deze mensen ooit terugzien op het proevenement? Ja, of bij ons in een van de keukens in het restaurant. We weten dat er talenten zitten die waar je zelf later mee aan de slag gaat. Dat hangt ook van hunzelf af. Topwerk in toprestaurants vraagt ook doorzettingsvermogen, vraagt ook een bepaald ambitieniveau. En dat weet je dus niet. Maar het kan best zijn dat deze mensen nu al meedoen aan wedstrijden. En dus ook die ambitie inderdaad hebben. Mijn gedachte is, meedoen is belangrijker als winnen.